Een zeer goede avond. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je jong bent, worden de sprookjes voorgelezen en dan groei je op en dan stopt dat. Vandaar deze podcast. We zitten live op de Gentse feesten vanuit de balzaal in de Vooruit. Yep. En ik heb naast mij de geweldige improvisator uit Nederland, Arie Komen. Yay. En Arie, we kregen een titel van ons publiek. Er was eens een amputante, dat wil zeggen een lastige. Ja. Een lastige, miauwende kater met bindingsangst. Goed, hier gaan we dan. Er was eens een amputante, miauwende kater met bindingsangst. Laten we hem gewoon een kat noemen. Iedere willekeurige kat is lastig, pedant, kloten, niet bindzaam, houdt niet van mensen. In principe, als je naar een kat kijkt en zegt, hey, zal ik je aaien? Het eerste wat hij denkt wat kort vertaald is in blijf met je fikken van mijn lijf. En Marco de kater was niet anders dan andere katers. Marco was een simpele, uit een schildpad motief. Als, mensen dachten dat hij zwart was, maar je kent van die katten wel, ze noemen dat een schildpad motief, maar je denkt, is dit een schildpad motief? Waarom noemen ze dit een schildpad motief? Het is gewoon een kat met gewoon, eigenlijk is het een bastaardkat. Hij heeft meerdere, zijn moeder is gewoon genaaid door het hele blok. En daar is dit uit voorgekomen. Laten we het een schildpad motief noemen. Nee, je bent gewoon een bastaard. En Marco de bastaardkat had inderdaad bindingsangst. Ja. Hij kon niet om met andere katten, hij kon niet om met andere mensen. En telkens er een andere kat of mens in de buurt kwam, hoorde je dit. Maar Marco had niet alleen bindingsangst met mensen, maar ook zijn eigen krabpaal. Als hij lekker bezig was aan het krabben, dat hij lekker zei, oh, ik ben lekker aan het krabben. Dacht hij, hey, ik hecht aan deze paal. Deze paal voelt goed. En liet Marco hem los. Marco was gewoon bang om zich ergens aan te binden. En daardoor kon hij zijn klauwen nooit meer gebruiken. Telkens hij in een boom klom, wist hij, ik bind mij nu aan deze boom en viel hij terug naar beneden. En dat beperkte Marco in zijn mogelijkheid. Maar niet zomaar. Marco's nagels groeiden. Hij had nagels zo groot dat mensen dachten, heeft jouw kat hoge hakken? Nee, Marco had gewoon lange nagels. En Marco kon echt kwaad worden. Ik weet nog heel goed, die ene dag, het was een dinsdag. Marco liep op zijn nagels, trippeltrappend de trap op en een van zijn nagels brak. Het geluid wat we toen horen, onbeschrijfbaar. Ja, ik zal het even laten horen. Jeetje, mijn nagel is gebroken, dacht Marco bij zichzelf. Maar op een dag, zijn baasje had een nieuwe vriendin. En die vriendin had ook een kat. Een naaktkat. Een Chinese naaktkat, Lao Ming. En Lao Ming werd geïntroduceerd in hetzelfde appartement waar Marco woonde. Lao Ming kwam haar mandje uit. Het luikje werd opengedaan. Lao Ming kwam tevoorschijn. En het eerste wat Marco dacht is, haal hem weg, haal hem weg. Ze heeft aids. Waar is jouw haar? Vroeg Marco. Heb je chemo ondergaan? Vroeg Marco. Ben je ziek? Vroeg Marco. Nee, zei Lao Ming. Ik heb nooit haar gehad. Ik ben gewoon een naaktkat. Ik ben naakt zoals de natuur mij gecreëerd heeft. Ik ben mooi, als je het wil zien. En vroeg Lao Ming, wat is er mis met jouw nagels? Ja, zei Marco, zijn gewoon mijn nagels. Ze groeien en groeien en groeien en blijven groeien. Ik wil eraan krabben, maar ik ben iedere keer bang als ik iets aanraak dat het van mij is en dat ik het altijd wil houden. Maar ja, dat is, ik heb ooit kittens gehad. En het is heel raar, want ik ben, ja, ik heet Marco, maar mijn baasjes zijn ambivalent. Maar ik heb kittens gehad en die zijn mij ook afgenomen. Sindsdien kan ik mij gewoon niet meer binden aan niets of niemand. Oh, ik moet bijna huilen. En Lao Ming zei van, ja,
Dat is spijtig voor u. Bij ons in China kunnen wij ons ook nooit binden aan niemand. Want zo zijn Chinezen. Heel bang om te binden. Het enige dat ze binden is de curry dat ze maken. En de voetjes van de vrouwen. En de voetjes van de vrouwen. Zodanig dat hun nagels ook goed kunnen groeien. Marco hoorde dit allemaal aan. Marco was geschokt. Hij zei, niet alleen ik heb problemen, ook jij hebt problemen. Ja, zei Lao Ming. Ook ik durf mij nooit te binden. Maar nu ik jou zie, we hebben allebei onze problemen. Misschien kunnen we toch tot elkaar komen. En Lao Ming kroop een beetje dichter. En Marco kroop een beetje dichter. En Lao Ming stak haar naakte poot uit naar het hoofdje van Marco. En Marco stak zijn poot uit naar Lao Ming. Langzaam, met zijn nagel, heel voorzichtig, zodat hij die niet zou beseren. Begon hij Lao Ming haar rugje te strelen. Er begon iets te leven in het lichaam van Marco. En ook Lao Ming bleef niet gevoelloos naar de aanrakingen van Marco. Laten we het zo zeggen, ze hadden seks. En niet veel later werden er nieuwe katjes geboren. Naaktkatjes met enorme lange nagels. En zo werd de naaktkat met lange nagels een heel populair ras. Later werd het dan omgedoopt tot de luiaard en konden ze beter klimmen. Nu, wat is de moraal van dit verhaal? Als je bindingsangst hebt, moet je gewoon zorgen dat je voor een naakte vrouw komt te staan. Dan is dat gewoon over. En het alles. Ja, dat is lekker. Nee, dus. Arie Komen! Thanks.